In Den Haag zijn steeds meer lokale winkels. De krant The Hague Finest heeft 100 enthousiaste ondernemers op een rij gezet. En Den Haag TV zet er elke week één in de spotlights. Vandaag de cowboylaarzen van Boots by M. Ik heb deze zaak uitgekozen omdat ze een heel breed aanbod hebben van mooie cowboylaarzen uit binnen- en buitenland. Ja, het assortiment is heel breed en eigenlijk kun je hier helemaal van top tot teen stylen tot een echte cowgirl of boy. Dus dat vind ik leuk. These boots are made for walking and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Ik denk dat ik deze zou kiezen. Yeah. Allereerst, ja, ik vind zelf de print heel tof. En hij is best wel, hij is gewoon heel anders, weet je wel. Alles wat hier staat is sowieso uniek in zijn soort, maar deze is ook weer wat hoger. Je kan deze bijvoorbeeld aandoen als je een avondje gaat stappen of onder een mooi jurkje naar het strand als het alweer wat kouder wordt in de avond of zo. Kan je hem ook heel leuk combineren. Dus er is eigenlijk heel veel keus, maar ik zou nu deze eruit. One of these days these boots are gonna walk all over you. Ik vind het ambachtelijke van laarzen erg mooi. Ik vind het materiaal heel erg mooi. Hè. Leer vind ik gewoon een bijzonder materiaal. En ja, de technieken die ze toepassen. En daarnaast natuurlijk gewoon dat je in Nederland heel vaak je laarzen aankomt. Want het is hier heel vaak laarzenweer. Lucchese is echt een bekende naam in Amerika. Zij maken eigenlijk al vanaf 1883 laarzen, eerst voor de cavalerie. En ze maken altijd een paar laarzen voor de president van de Verenigde Staten. Are you ready, Boots? Nou, ik moet er nog even voor sparen. Maar misschien dat ik, dat ik ze wel voor kerst vraag. Wel een mooi cadeautje, dacht ik. Start walking.